Duncan Laurence ziet een mogelijke toekomst als presentator voor zich als Joost Klein het Eurovisie Songfestival naar Nederland haalt. Op de rode loper van het Edison Gala vertelde de oud-winnaar enthousiast aan het ANP: "Ik meld me hierbij aan. Het zou fantastisch zijn. Als we dan toch mijn Engels eens goed kunnen benutten, Nederlandse media, dan is het wel bij het Songfestival", grapte Laurence, reagerend op recente berichten in entertainmentmedia over zijn voorkeur voor Engels. "En ik spreek ook een woordje Frans, dus ik ben er klaar voor." De kans dat Klein Nederland het Songfestival laat winnen lijkt de laatste dagen aanzienlijk te zijn gestegen. Na de release van zijn inzending Europapa afgelopen donderdag klom de artiest gestaag van buiten de top 20 naar de 6e plaats. Laurence vervolgde: "Klein is niet alleen een geweldige performer en handig met sociale media. Hij heeft eigenlijk alles mee. Ik geloof dat hij een geweldige indruk kan maken. Laten we hopen dat het Eurovisie Songfestival weer terugkeert naar Nederland." Klein wist Laurence dit weekend ook het bijna 5 jaar oude Spotify-record van meeste luisterbeurten op één dag, ruim 1,2 miljoen, af te snoepen. "Ik had verwacht dat iemand dat al lang in die 5 jaar zou verbreken, maar het is Joost gelukt. Ik ben blij dat ik het mag doorgeven. Nu nog de overwinning op het Eurovisie Songfestival. Dat zou geweldig zijn."